raad van de gemeente Lingewaard wil voordeel halen uit een eventueel nieuw te vormen samenwerkingsverband als de stadsregio Arnhem-Nijmegen per 1 januari volgend jaar wordt opgeheven. Vorige week werden de raadsleden daarover bijgepraat. Het komende jaar moet in die discussie antwoord komen op de vraag op welke terreinen en in welke mate de 20 nu aangesloten gemeenten blijven samenwerken. Ja, nou, ik denk dat per 1 januari 2015 wordt de stadsregio opgeheven. De stadsregio's in landelijk is dat geregeld. Dan zal het samenwerkingsverband dus ophouden te bestaan. En dan moet je dus goed nadenken over de vraag of je überhaupt zelf door wil en op welke terreinen je door wil. Het is eigenlijk een beetje een Europees vraagstuk. Precies hetzelfde. Van wat houden we over van onze eigen autonomie en wat gaan we gemeenschappelijk doen en leveren we dus wat op onze autonomie in. Is dat niet een beetje zo het afbrokkelen van Europa, maar dan het afbrokkelen van gemeentes? Nou, in ieder geval van samenwerkingsverbanden. Maar goed, het is ook meteen, je kunt het ook positief zien. Het is ook meteen een moment dat je kunt zeggen van laten we nou eens even herijken waar we eigenlijk mee bezig zijn. En het is natuurlijk een ondemocratisch gedrocht, die stadsregio. Wat niet wil zeggen dat er niet een aantal buitengewoon goede dingen tot stand zijn gebracht. Maar goed, dat hoeft natuurlijk geen argument te zijn om vervolgens ondemocratisch aan de gang te gaan. De raad liet merken de kans op meer invloed niet te willen laten lopen en daarbij de onderhandelingen ook op in te zetten. Er zit natuurlijk rancune, ach ja, rancune. Er is pijn. Pijn uit het verleden. Waar is afgesproken dat het middengebied met één vertegenwoordiger in de stadsregioraad zou komen. En dat dat alternerend tussen Overbetuwe en Lingewaard zou gebeuren. En de laatste maal dat dat gekozen moest worden, is dat gewoon bij continuïteit Overbetuwe gebleven. En stond de Lingewaard met de pink in de mond een beetje te kijken. En hadden we dus helemaal niks te vertellen. Daar heb je behoorlijk druk over gemaakt vorig jaar. Daar ben ik vreselijk boos over geweest, omdat ik vind dat je afspraken moet je nakomen. De politiek heeft al een kwaaie naam van dat ze onbetrouwbaar zijn. Nou, dat moet je dan op zo'n manier nog eens een keer onderstrepen en dan is het helemaal definitief gedaan. Ja, als afspraken niet nagekomen worden, maak ik me daar ongelooflijk boos over. Ja, klopt. Nu is het moment daar om daar goed over te onderhandelen. Op welke manier? Nou, op de eerste plaats om je af te vragen wat je eigenlijk wilt doen samen. Kijk, op het gebied van uitvoering, dus wat er ambtelijk moet gebeuren, kun je ongelooflijk veel winst halen. En dat moet je ook niet weggooien, dat soort zaken. En ik denk dat we daarop een beetje gaan focussen. Dat is wel een beetje het idee. En je moet samenwerken met die gemeentes waar je mee samen te werken hebt op een bepaald terrein. En persoonlijk zie ik het niet als een groot probleem dat er verschillende samenwerkingsverbanden zijn die elkaar overlappen. Dat heb je in je slot, in je privéleven heb je dat ook. Je hebt allerlei samenwerkingsverbanden enzovoorts. Je hoeft heus niet alles gemeenschappelijk in één vergadering te bespreken met Jan, Piet, Kees en Klaas. Nou kijk, we willen niet overvragen. Ik bedoel, je moet je plaats kennen, maar onze plaats is ook één, zeer centraal in de huidige stadsregio. Wij zitten tussen Arnhem en Nijmegen in. Men kan niet overlangs of onder ons heen. Wij zitten daar nou eenmaal tussen. En dat betekent dat men rekening met ons zal moeten houden. Natuurlijk weten wij dat er in Arnhem en Nijmegen aanzienlijk veel meer mensen wonen dan in Lingewaard. Dus dat die grotere invloed hebben, spreekt voor zich. Maar wij willen in zoverre onze autonomie bewaren en niet overroeld worden. Zeker niet waar het over zaken gaat die we zelf willen beslissen. Dus misschien een soort vetorecht per gemeente. En ik heb begrepen dat er gestuurd wordt op betere structuur, waarbij burgemeesters politiek invloed hebben, waarbij secretarissen door onderling overleg, laten we zeggen, ambtelijk regelen. En waarbij er een projectgroep is die dus zich bezighoudt met de inhoudelijke projecten. En dan kun je veel betere controle uitoefenen als gemeenteraad. Op het complex van volkstuinvereniging Elderveld in Arnhem zijn afgelopen weekend opnieuw vernielingen aangericht. Al 3 nachten achtereen zijn de tuintjes het doelwit van vandalen. Ruiten van kassen zijn ingegooid, hekjes ingetrapt en er werd ook brandhout gestolen. Het volkstuincomplex met ruim 200 moestuintjes heeft ondertussen wekelijks te kampen met vernielingen en diefstal. Het Nijmeegse museum en amusementspark Tivoli in Bergendal zijn door de ANWB genomineerd voor het leukste uitje van Gelderland 2014. Dat is gisteren bekendgemaakt. In Gelderland maken naast de Nijmeegse dagtripjes onder meer Termen Buslo in Voorst, het Krullemuller Museum in Otterlo en het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek kans op deze prijs. Ze zijn gekozen uit 282 genomineerde Gelderse uitstapjes. De 3 grote Arnhemse basisschoolbesturen, Delta, Fluvius en De Basis, willen niet langer gedwongen met elkaar concurreren, maar juist fuseren. Zo'n fusie moet dan ten gunste komen van de leerlingen. De 3 besturen hebben samen zo'n 60 scholen in Arnhem, Renkum, Rheden en de Achterhoek onder hun hoede. Inmiddels is een onderzoek gestart waaruit moet blijken of een fusie haalbare kaart is.
Wat is er mis met concurrentie? Met concurrentie op zich is er natuurlijk helemaal niks mis. We hebben alleen als drie besturen, onderwijs, Arnhem en omgeving, besloten dat wij niet moeten willen concurreren op de onderwijskwaliteit. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs. En juist om dat te kunnen garanderen, willen we samenwerken, zodat we dat ook voor alle leerlingen en alle scholen in Arnhem en omgeving mogelijk maken. Wat zou zo'n fusie in de praktijk betekenen? In de praktijk betekent het nu dat we vooral met de besturen heel erg bezig zijn met, als wij met elkaar eens zijn over die stip aan de horizon, hè, goede vitale scholen in alle wijken, excellente scholen in alle wijken. Wat betekent dat voor onze besturingsfilosofie? Wat vinden wij dan dat een directeur moet kunnen of zou moeten doen? Wat betekent dat voor hoe we kijken naar integrale kindcentra, naar samenwoonscholen? En waar hebben we dan op dit moment al vraagstellingen liggen waar we op korte termijn wat mee moeten? En waar kunnen we dat op de lange of de middellange termijn doen? De drie grote Arnhemse basisschoolbesturen hebben op dit moment zo'n 60 scholen onder zich. Zijn deze besturen ook ongeveer gelijk van grootte? Als we even naar Arnhem specifiek kijken als eerste, dan heb je hier, er zijn drie grote besturen in Arnhem. De basis, Delta en Fluvius. En in Arnhem is het zo dat de basis de grootste is. En Fluvius vervolgens en dan Delta. Maar zowel Fluvius als Delta hebben ook scholen buiten Arnhem. Maar in Arnhem hebben we natuurlijk ook nog 4 eenpitters. Althans, die in een landelijk verband samenwerken. Dus ook met ons drieën hebben we nog niet heel Arnhem te pakken. En in een gemeente als bijvoorbeeld Renkum zitten ook andere besturen, waar we ook vanuit passend onderwijs toch intensief mee zullen gaan en moeten samenwerken. Loop je door een nog grotere koepelorganisatie te worden niet het risico dat de scholen te bedrijfsmatig worden gerund, dus met het geld van goed draaiende scholen de noodlijdende scholen overeind te houden? Daar zitten wel bepaalde verantwoordelijkheden aan en daarin moeten wij ons ook, en dat vraagt de samenleving ook steeds meer van ons, daarin moeten wij ons goed verantwoorden. En ook wij moeten uitleggen wat we met elke euro doen, veel meer dan we dat vroeger deden. En zeker als je spreekt van krimp, landelijk is dat zo, dan is het ook veel belangrijker dat je weet wat je met elke euro doet. We verwachten niet dat elke directeur binnen onze stichting daar alle keuzes in kan maken. Dus wij zien juist een kans om in het kader van intensiever samenwerken een directeur te ontzorgen rondom die bedrijfsvoering. Als een fusie toch niet haalbaar is, is er nog de optie van een federatief verband. Wat houdt dat dan precies in? Een fusie is ideaal omdat als je op de middellange termijn toch iets moet gaan willen met scholen van verschillende stichtingen, dan zou het heel vervelend zijn als dat consequenties heeft voor personeel. Dat mensen ontslagen zouden moeten gaan worden bij ons en weer in dienst zouden kunnen komen bij Delta of andersom. Dat willen we niet. Dus we willen heel de reorganisatie zoals we die zien ook in samenhang kunnen bezien, zodat mensen ook hun werkgelegenheid gegarandeerd weten. En dat betekent dat je in federatief verband ook tenminste tot een personele unie zou moeten kunnen komen. Fusie lost alles het makkelijkst op, want dan zijn we één en dan kunnen we juist in het verscheidenheid gaan sturen en in samenhang goed ook voor ons personeel zorgen. En wanneer is het onderzoek naar de mogelijke fusie klaar? Wij denken daar zeker een kalenderjaar voor nodig te hebben. Wat ik net al schetste, tot de zomervakantie zullen we heel druk bezig zijn met het richten van onszelf ten opzichte van de opdracht die we onszelf gesteld hebben. En alle veranderingen die dat vraagt. Want we moeten opeens toch niet vanuit stichtingsbelang denken, maar vanuit het belang van de leerling. Dus dat wint de leerling er wel aan. Dus dit kalenderjaar zijn we volop bezig om dit goed te regelen. En we hopen dat we na 2014 weten op welke manier we verder gaan. Voor mensenhandel en het in de prostitutie dwingen van twee vrouwen is tegen een 26-jarige man 3,5 jaar celstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie zijn het kwetsbare vrouwen die werkten in onder meer Arnhem, Duiven, Zutphen, Deventer en Zwolle. De man is een bekende van justitie. Hij heeft een strafblad waarop onder meer al een eerdere veroordeling staat voor mensenhandel. Daarnaast is hij ook veroordeeld voor vermogens- en geweldsmisdaden en een drugsmisdrijf. Arnhem moet zo snel mogelijk de schuldhulp uitbesteden. Jaarlijks heeft de gemeente te kampen met een tekort van 7 ton. Op dit moment wordt de schulddienstverlening verzorgd door welzijnsorganisatie Rijnstad en de gemeentelijke organisatie Budgetadviescentrum. Van Wessum wil groen licht van de gemeenteraad voor een aanbesteding van de schuldhulp aan marktpartijen. En jongeren onder de 18 die krijgen behalve een polsbandje ook een stempel op hun hand als ze in een horecagelegenheid in Huissen tijdens carnaval een drankje willen bestellen. Op die manier moet het risico op misbruik van de polsbandjes worden beperkt.
Iedereen die aan de bar een drankje wil bestellen moet een polsbandje dragen. Maar kinderen onder de 15 jaar, die hoeven geen bandjes te dragen. Brand- en waterschade-expositie op vrijdag 24 tot zondag 26 januari moet geld gaan opleveren voor de gedupeerden van de brand in Nijmegen op Nieuwjaarsdag. Beschadigde kunstwerken van de atelierwerkers die hun werk hebben hersteld zal te zien zijn en op de laatste dag is er ook een veiling van het werk. Ja, de brand is nu 3 weken geleden, een lange nasleep. Het is nog niet eens een nasleep te noemen, want het is nog steeds actueel. Mensen zitten er nog middenin. Dus een nasleep moet komen voor de meest getroffenen, denk ik. Ja, hoe zit het bijvoorbeeld met huisvesting? Hebben de mensen al iets anders kunnen vinden? Nou, de meesten die zijn nog hard op zoek. Ik denk dat er nu nog iets van 20 mensen in de Groene Heuvel zit. En heel veel mensen die hebben wel een andere partij aangewezen gekregen. Van Slokker, van ga daar maar eens kijken. Maar dat was bijvoorbeeld 3 keer zo duur. Dus daar heeft niemand echt gebruik van kunnen maken. De meesten in ieder geval niet. Dus heel veel mensen zijn nog op zoek naar een mooie betaalbare kamer. De eigenaar van het pand die doet niet zoveel. Nou ja, dat is een beetje dubbel. Want ik hoor veel positieve verhalen over de huisbaas. Maar de huisbaas is natuurlijk niet dezelfde persoon als een hele exploitant, als de hele verhuurdergroep. Dus de huisbaas zelf die doet buitenom het bedrijf veel om de mensen wel zoveel mogelijk te helpen waar die kan. Maar wat ik heb begrepen heeft Slokker Wasgoed binnen 3 dagen contracten gewoon eenzijdig gewoon verbroken. Ik hoop dat jullie verzekerd zijn, succes. En dat is natuurlijk niet goed genoeg. De Nijmeegse rockband De Staat komt ook in actie voor de gedupeerden van de grote brand op Nieuwjaarsdag in het woon- en ateliercomplex aan de Groesbeekse weg. Tientallen bewoners en kunstenaars zijn gedupeerd door de verwoestende brand. En De Staat wil spelen bij een benefietprogramma in de Lindenberg hier in Nijmegen. De datum voor het benefietconcert dat staat nog niet vast. Richard Stone, die de hulpacties voor de gedupeerden van de brand coördineert, verwacht dat deze datum wel binnen enkele dagen bekend is. Nou, gisteren kreeg ik een mailtje binnen waar ik keihard voor ging schreeuwen. Yes! Ik denk dat de buren de politie gebeld hebben op mijn reactie. Maar dat is waanzinnig. We hebben helaas nog geen datum. En dan gaan we morgen ons ombuigen. En hopelijk over de rest van de programmering. Ik zou Evie de Visser te gek vinden. Die heeft op haar debuutplaat De Koek een liedje wat Huis heet. En dat is echt prachtig en zo toepasselijk. Dus ik hoop dat zij dit ziet en ook ja zegt. Ook andere Nijmeegse bands hebben hun medewerking toegezegd. Evenals het Nijmeegs Mannenkoor. Een goede vriendin van mij, Jentel. Die heeft een formatie met een vriendin van haar, Jentel en De Boer. En die heb ik ook al gevraagd. Die hebben wel interesse, maar er moet ook gekeken worden of zij dan ook tijd hebben. En we zijn nog steeds alle mooie initiatieven aan het bekijken om te kijken of we dat mooi in één gezamenlijk plaatje kunnen brengen. Ja, als er nou mensen zijn met donaties, ideeën, dat soort dingen, hoe kunnen zij nou het beste contact opnemen? Nou, we hebben twee bronnen. We hebben steunactie kloosternijmegen@gmail.com voor directe vragen die via e-mail gesteld kunnen worden. We hebben ook de website www.benefietactie-klooster-nijmegen.nl. En daar hebben we ook een nieuwsbrief waar we zelf ook de belangrijkste updates zullen gaan presenteren. Voor de organisatie van het concert zoekt Stone nog sponsors. De Lindenberg die stelt de zaal al gratis ter beschikking. Nou, we hebben deze prachtige zaal. Ik denk dat nog niet iedereen weet hoe mooi die is geworden na de ombouw. Die is ter beschikking gesteld door de Lindenberg. Dus daar gaat in ieder geval een groot deel van het concert plaatsvinden. Of we het op meerdere locaties moeten gaan doen, weten we nog niet helemaal zeker. Maar het liefst zoveel mogelijk hier. We zijn hartstikke dankbaar dat we dit hebben. Er is een kans dat we bijvoorbeeld qua geluid nog een externe partij moeten inhuren als we de zaal helemaal plat gaan maken als de stoelen weggaan. Dat hebben ze zelf niet in huis en dat kunnen ze ook niet zelf uit hun budget verantwoorden. En voor de rest hebben we nog een drukker nodig voor het programmaboekje en de flyers en dat promotiemateriaal. Dus dat zou fantastisch zijn. En ik wil ook nog even duidelijk zeggen dat in het weekend van de 1e en 2e februari ook Expo Plu nog een grote expositie met aangeboden werk gaat houden met veilingen.